goedenavond. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is zaterdagavond. Wij gaan straks naar Chris zijn zus. Die is jarig. Heb ik wel even zin aan. We hebben al een drukke dag achter de rug. We hebben allemaal al klusjes gedaan in huis. En Chris moest ook nog voor zijn werk weg. Vanmorgen heb ik eens eventjes de orchideeën van mijn vader verzorgd. Heel leek die glazen potten, maar het schijnt dus dat de wortels moeten licht hebben. Daarom zitten al die orchideeën in een glazen pot. Natte voetjes, dat mag niet, denk ik. Dat is nooit goed. Kijk, wat heb je met die dingen? Ik vind dat zo lastig. Ik geef ze water en het vliegt er aan de andere kant weer uit. Ik laat hem maar even uitdruppen, even verzadigen. Dat de wortels even goed nat zijn nu. En dan heb ik hier nog meer. Het zijn allemaal van mijn vader geweest. Deze is aardig uitgebloeid. Heb ik helemaal afgeknipt. Deze ook. Dit is volgens mij ook een orchideesoort. Nieuwe schuit. Ja, het hoort nog wel wat naar mij. Oh, deze zijn ook natte voetjes. Die moet ik ook weer even afgieten. Het gekke is, deze doet het geweldig. Die heeft nog niet zonder bloem gezeten. Die blijft maar bloeien. Die staat naast mijn vader. Daar staat een hele vieze hond. Die loopt nou keihard weg. Die weet dat zijn poten schoongemaakt gaan worden. En daar heeft hij een hekel aan. En ik laat je lekker niet binnen. Het is zo geregend vannacht. Het is nou net of aan het water wonen. Moet je eens kijken, man. Het loopt gewoon niet weg. Oh, loopt daar wel lekker dingen door de tuin heen. Zo. Goedemiddag. Het is zondag. Wij gaan straks weer even naar mijn moeder toe. Het is straalt mooi weer, dus misschien kunnen we wel met haar naar buiten. En het heeft vannacht gespoeld. Voelt echt toen wij gisteravond bij Chris en zus wegkwamen. Toen was het echt verschrikkelijk. Het was bijna aquaplaning op de weg. Dus nee, alles is nog nat. Maar ik ga straks lekker die kant weer oplopen. En dan pikt Chris mij weer op. Fijn dat je trekt, hond. Ja. Oh ja, hij is echt leeg, die band. Goedemorgen, het is dinsdag. Het is nog vroeg. Ik hoef niet te werken vandaag. Gisteravond, toen ik naar de sportschool was, heeft Chris ontdekt waar de lekkage in mijn auto vandaan komt. Dat is het raam. Dus dat moet even gefixt worden nog.
Zo, goedemiddag. Het is woensdag. Ik kom net uit mijn werk. En ik heb mijn auto weggebracht weer voor de lekkage. Want ik wil geen natte voetjes houden. Waarschijnlijk is dat ontstaan omdat in het verleden een ruit vervangen is door de hele bekende maatschappij. Met die irritante reclame, die maatschappij. En het schijnt dus dat daar heel vaak lekkages uit voortkomen. Dat het raam gewoon niet erin goed in zit. Dus dat zullen ze vandaag of morgen doen. Goedemorgen, het is donderdag en ik ben op de sportschool. Ik ga even mijn best doen. Goedemorgen, het is vrijdag. Het is bijna 6:30 en ik ga lekker aan mijn eerste bakje koffie. En dan hoop ik dat het mijn voorlopig eerst mijn laatste is, want ik wil toch wel minderen met koffie. Want ik merk wel dat het mij niet goed doet. Ik krijg er opvliegers van en darmklachten. Maar ik vind het zo lekker een bakje koffie om mee te starten. En ik ga proberen dus de hele ochtend op het werk ook misschien nog eentje te nemen straks om 10:00 en dan is het sloes. Neem niet echt dat deze me heerlijk smaakt. En ik word er zo lekker wakker van. Ik slaap toch niet zo heel erg goed. En als morgens even zo'n bakje koffie, dan dat is het toch wel even. Dan word je heerlijk wakker van. Bij elke slok voel je jezelf meer wakkerder worden. Misschien onzin, misschien kan ik dat met thee ook wel bereiken, maar nee, dit blijft het ultieme, ja. Zo, de wereld ontwaakt. Prachtig dit. Onze koperen ploert. Ik heb trouwens mijn auto nog niet dit weekend. Want ze zouden gisteren die ruiter opnieuw inzetten. En de heren van dat bedrijf, die lieten het raam uit hun handen vallen. Dus ik moet nou even wachten, moet opnieuw het raam besteld worden. En dan hoop ik dat ik dinsdag of woensdag mijn auto weer heb. Het is wel bad karma met die auto. Het is wat. Zo, ik heb er even een wandeling op zitten van, even zien hoe laat is het nu, 4:15. Een uur en, ja, 1.5 uur dan. Ja, ik denk dat ik 2:15 vertrokken ben. Ja, zo'n 1.5 uur. En ik ga nou even lekker zitten met een bakje thee. Ja, geen koffie. Vanavond komt mijn zoon weer eten. Die eet heel gezellig al de hele week bij ons. Ik ga de vlog afsluiten. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. Bedankt voor het kijken. Steek even dat duimpje op als je het leuk vindt. En abonneer je op mijn kanaal. Zodat je iedere keer als ik een vlog uitbreng, dat zal elke vrijdag zijn, bericht krijgt dat die online gekomen is. En dat zou ik heel erg leuk vinden. Goed weekend. Doei doei.